Goedemorgen. Nou ja, wie heeft een frisse douche? En eens even mijn okseltjes. En een spreetje. Vandaag een dagje Eindhoven, kamer van koophandel, fysiotherapeut en nou, een kameraad. Bushalte naar Eindhoven. En de papieren zijn binnen. Bij de fysiotherapeut in de wachtkamer. We gaan aan de gang met mijn schouder. Hey. Moet ik gaan zitten of? Ja, eventjes zitten maar. Ja, een beetje. Een beetje opstrekken. Rechterhouding is sowieso goed, hè? Ja, kijk, dat voel ik al gelijk, hè? Ja, ja. Dat voel ik meteen, joh. Ik hoor het ook iets kraken. Beweeg alle twee je armen dus van beneden af naar hier binnen, ja. Van beneden af naar boven. Ja, het kraakt. Het kraakt altijd daar. Oké, dan was even los. Even dus naar beneden weer. En je meldt je wel, Bert, als ik iets doe wat pijnlijk is, hè? Ja, ja. Druk je arm eens een keer naar boven toe. Oké. Nu naar beneden toe. Oké. Elleboog lichtjes in de zij zetten met een kromme arm. Ja. Druk je vuistjes naar buiten toe. En naar binnen toe. En naar boven toe. En naar beneden toe. Geen problemen. Nee. Te merken. Of je even op je rug op de bank komen liggen. En dan helemaal vanuit het mooie Schijndel naar fysiotherapie Gestel in Eindhoven, hè? Zo is dat. Kan maar één beetje zijn, hè? Kijk, we horen graag. Druk je vingers eens een keer omhoog. En naar beneden. Gaat prima. Ja, even je elleboog een beetje buigen. Knijp eens in mijn hand. Hou eens in het midden houden de hand. Laat hem draaien. Probeer tegen te houden, hè? Probeer tegen te houden. Ja, dat is het. Maar draai de andere kant op. Geen probleem, hè? Nee. Ook niet. Wat gek, joh. Wat het probleem is, wat jij denk ik voelt in jouw elleboog, want die kan ik mooi aan alle kanten bewegen. En die heeft volledige bewegingsvrijheid. Mm-hmm. Wat ik denk is dat je vanuit de bovenste wervels en ribben hier, ja, waar daar wel het gevoelige plekje hebben, dat daar een beetje die belemmering in die schouder vandaan komt. Het schouderblad moet over die ribben bewegen. En als die ribben niet goed bewegen, blijft die schouder daardoor een klein beetje achter in beweging. Die voel je dan net niet lekker lopen. En dat kan wat doorstralen richting die armen. Daardoor voel je denk ik die elleboog. En misschien ook een beetje compensatie omdat je die schouder onbewust wat wil ontzien.
Ik denk dat dat komt, hè, toen we elkaar een paar maanden geleden zagen. Toen was je eigenlijk begonnen met het trainen, met het optrekken en het extra opdrukken. Dus een beetje meer kracht aan trainen. Ik denk dat die combinatie van daar net wat vaster zitten en die krachttraining die je bent gaan doen, dat hem daar wat is gaan irriteren. Dat je daar nou een beetje mee geconfronteerd wordt. Ik zal vandaag vast wat losmaken op die plekjes met manuele therapie. Ja. En dan maken we wel weer een controleafspraak. Laten we dit eventjes betijen. En dan eens kijken of we dat nog een keer moeten doen. Meestal is dit soort dingen is een 2 of 3 keertjes weer helemaal opgelost. Mooi. Mag je blijven liggen? Ja. Oké, een beetje opstrekken, dat is wel belangrijk. Bert, als je krom gaat zitten, komt die houding er weer in en wordt die weer slechter. Hè? Kijk eens een keertje naar rechts. En naar links. Je nek beweegt nou mooi, dat zie je. Net kom je zo'n beetje tot daar. Hè? Ja, precies. Dan kan je weer die 90 graden een beetje halen. Dat klopt. Hier compenseer je een beetje mee, maar dit is wel beter. Dat klopt, ja. Even deze hand nog op die schouder. Laat je arm maar zakken. En deze schouder laat ook zakken. Moet nog even die vezels extra aanzetten. Ja, oké. Okay. Is gevoelig, het is iets minder pijn, maar ik voel het wel hoor. Nou, dan zet ik daar ook een knokkel vrij stevig in op die vezels van. Ja, dat klopt. Even los. Ik doe heel even nog een tentstroompje erachteraan. Dat helpt niet voor de genezing, hè, maar het is een beetje de nareactie denten, omdat ik vrij stevig hierop heb gedrukt, dus dan gaat dat en het zet een klein beetje de bloeding aan. Doe even een paar minuutjes dat erbij. Blijf rechtop zitten, dat is de truc. Dan mag je even op die boogklomp drukken, stop is.